Het kabinet Rutte wil taal op gemeenten die het minimaal 100.000 inwenners ha. En die ek meer voer gaan. Voor Friesland betekent dat dat we krap ons 6 gemeenten oorraden. Dat zouden dan sa uitzien kunnen. Een groot verschil met de werkdeling die ont nota al in gang zet binnen. Zo komt de Friese Meren, een fusje van Gaasterloon, Sleert, Lemsterloon en Skarsterloon, maar op 50.000 inwenners. En nog grutter zocht burgemeester Hoornstra van Gaasterloon, Sleert net zitten. Zorg je dat je aard en schaal goed in de gaten houden. En in mijn eigen is zeker voor het platteland gemeentes van 100.000 inwoners eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Een doel van die schaalvergrutting is vanzelfs om kosten te besparen. Maar dat argument zuid Hoornstra net zijn soort. We hebben echt een analyse maken van welke taken wij krijgen en wat we dwangmatten in de toekomst. En dan is die maat van 52.000, maar zo'n grote oppervlakte, wat dat betreft groot genoeg, net gekke dingen dwang. West-Stellingwerf had 26.000 inwenners en wil wel geerwerkje, maar ook zelfstandig blijven. En dat kan nevens de provincie. Burgemeester van Klaveren is dan ook net te spreken over de plannen van het nieuwe kabinet. Nou, ik vind op zich herindeling is een onderwerp wat je niet uit de weg moet gaan. Moet je met elkaar bespreken, daar kun je het over hebben met elkaar. Maar dan zou ik zeggen, keer dan even terug naar het principe wat de afgelopen jaren heeft gegolden. Van onderop, als de burgers het willen, uitstekend. Maar leg niet iets vanuit Den Haag op de gemeenten.